John! Oké, okay, klaar voor opnames. Vest uit, want het is veel te warm. En hallo, oh, even te hoog, even uit frame, maar terug in frame. Hallo daar, dag beste mensen en welkom bij een nieuwe vlog. Ja, welkom. Nu, vandaag hebben we goed nieuws. Is hij aan het focussen? Kijk, hè, daar kom ik zo slecht van in de camera, dat hij niet deftig focust. Eindelijk. Ja, dus vandaag hebben we goed nieuws en slecht nieuws. Nee, eigenlijk hebben we twee keer slecht nieuws. Dus eigenlijk hebben we goed nieuws, slecht nieuws en slecht nieuws. Dus we hebben drie segmenten. We gaan altijd beginnen met het goede nieuws. Dat is altijd leuk, altijd prettig. Altijd aangenaam. Het goede nieuws is, er is een nieuwe vlog. Dat is altijd leuk. Het is al zeker niet dat de examens gedaan zijn, want die zijn nog altijd bezig. Tweede slechte nieuws kunnen we waarschijnlijk ook al zien aan de titel. De titel is, dit kan niet verder of... Het moet weg, of ik ben het beu. Het is één van die drie, ik moet er nog een keer over nadenken. Maar het is één van die drie titels, maar over wat ben ik nu eigenlijk bezig? Van Maximilian, wat zegt hij daar eigenlijk? Wat zeg jij beu? Wat moet er weg? Ah, wel! Ik vind het zelf eigenlijk heel spijtig. Ja, even serieus, ik moet gewoon een beste mens. Het is altijd zo moeilijk om serieus te worden. Maar even serieus, het moet weg. Het is erg aan het worden. Het is... Nee. Ik ben het zelf ook wat beu aan het worden. Het moet stoppen. De baard gaat weg. Nee, ja. Jawel. Kan niet anders. Het moet. Nu, waarom moet de baard weg? Laat mij dat u even zeggen. Gaat mijn situatie onmiddellijk begrijpen. Ten eerste, mensen beginnen op straat geld naar mij te smijten. Omdat ze denken dat ik een clochard ben. Ik ben geen clochard. Ik heb een huis. Allee, mijn ouders hebben een huis. Ik woon hier gewoon. Maar ik ben geen clochard. Dus mensen, stop met geld naar mij te smijten. Tenzij het rosjes zijn. Want ik verzamel die in een grote wijnfles. Gelooft mij niet? Wacht maar. Nu, voor de mensen die mij niet geloven. Ik spaar dus wel effectief mijn rosjes in een belachelijk grote wijnfles. Dat is groter dan mijn hoofd. En geloof mij, ik heb een heel groot hoofd. Zie. Nu, het is een fles van 2011. Slecht jaar, 1995 is het jaar. Maar we zitten al aan zoveel rosjes. Het is niet veel, want ik heb vroeger al mijn rosjes weggesmeten. Domme keuze. Mensen die rosjes kwijt willen, geef ze maar aan mij, want ik verzamel ze. Dus op dat vlak ben ik misschien wel een clochard. Maar alleen maar dan vind ik het aanvaardbaar dat mensen geld naar mij zouden smijten. Voor in mijn... rosjesfles. Oh, even buiten adem aan het lopen. Maar dat is eigenlijk nog maar de eerste reden waarom de baard weg moet. De tweede reden is eigenlijk dat mijn mama denkt dat ik aan het radicaliseren ben. Mama, geen zorgen. Ik blijf in België. Ik ben niet aan het radicaliseren. Ik ben gewoon, waarschijnlijk zoals zoveel andere mannelijke studenten, te lui om mij te scheren. Dus hoe gaan we de video vandaag starten? We gaan mijn baard scheren. Nu, een baard scheren, dat kun je altijd als man zijnde... Ik hoop als vrouw dat je dat niet, nee, dat je dat niet weet. Maar als man zijnde kun je er altijd een beetje mee spelen. Wat kun je doen? Je kunt natuurlijk altijd wat spelen met je baardgroei. Zoals ik nu heb gedaan. Goh, man, dat is lelijk. Wie ben ik nu? Ik ben de jongere versie van Walter White van Breaking Bad. Mensen die nog nooit naar Breaking Bad hebben gekeken... Kijk ernaar, dat gaat begrijpen. Oh, nee, zelfs de plief. Loop daar niet over straat, vent. Ja, dus dat kun je doen als man zijnde. Je kunt een beetje spelen met je baardgroei. We hebben hier nu een mooie ringbaard. Ja. Wauw. Zo lelijk, vent. Maar daar stopt het niet. Je kunt dus nog verder gaan. Nu, een volgende stap is eigenlijk als je een truckchauffeur wilt worden, kun je nog altijd dit doen. Dan ziet er dus uit als een truckchauffeur of een macho van de jaren 80 of 90. Kijk, goh, maar jongens, toch zo'n mooie baard die zo naar beneden doorloopt. Wauw! Sorry, maar dat gaat op Instagram. Hoho, kijk, je daar vindt. Dus kun je dat ook zien. Zo gebeurt dat op Instagram, mijn beste mensen. Maar we gaan dat zo doen. We gaan er een poll van maken. Trucker of macho? Gaat ook mijn verhaal. Mensen... Ja, gaat eigenlijk al te laat het haal weg zijn. Maar de fun stopt niet. Kijk, zie, daarom is het zoveel leuker om een man te zijn. Kun je zo mee amuseren. Een stap verder. Ja, je zou denken van... Maximilian, is het niet genoeg geweest? Nee, is nooit genoeg. Een stap verder is... Een vuil pornosnorretje. Kijk je daar, zeg. Goh, daar gaat het wel een keer op inzoomen, zie. Zie je mij zo rondlopen op straat, beste mensen? Ho, ik ga het erin maken. Het pornosnorretje. Bij Maxi Verheyen. Maar, dan gaan we zo over naar de laatste stap van de fun. En zo, lieve mensen, hebben we terug een pauze. Heel nuttig gespendeerd, al zeg ik het zelf... Dat is echt ongelooflijk hoe anders dat voelt. Je voelt nu gewoon de lucht op je huid. Dat was een dikke barrière. Ik kan me wel nog wat mogen verbeteren, maar... Maandag is mijn laatste. Dat is dit vak. Inleiding tot communicatiewetenschappelijk onderzoek. Het klinkt heel moeilijk, maar dat is het echt niet. Ik hoop dat mijn eigen nu niet jinx door te zeggen dat het makkelijk is, maar het is belachelijk weinig in vergelijking met de andere vakken dat ik al heb moeten leren. Dus ik denk dat zou moeten lukken. Wat dat betekent, als dat mijn laatste examen is, Maximilian... Huh? Betekent dat dan niet dat hij al...
statistiek hebt gehad? Inderdaad, gisteren heb ik statistiek gehad. Daarom is dat ook eigenlijk dat deze vlog zo wat later is dan de normale vloggen. Statistiek was gisteren. Hoe was het? Nu, ik heb heel goed geleerd. Een week lang echt goed geleerd. Tot 10, 11 uur 's avonds altijd goed leren voor statistiek. Nu, ik kom daar op het examen. We krijgen de papieren. De oefening ging altijd heel goed, maar die theorieën. Letterlijk één woordje moet hij maar verdraaien en dan kan heel die vraag verneuken. John, als je kijkt, en ik weet dat je kijkt naar mijn vlogs, laat me erdoor. Maximiaan Verheyen. Studentennummer, ik weet niet meer, maar laat me erdoor alsjeblieft, oké? Nee. Want UGent werkt met een verbeteringmethode, dat noemt de hogere cessuur. Wat dat betekent dat sommige vragen gaan zwaarder doorwegen dan andere vragen, en ik weet die verdeling totaal niet. Dus dat gaat eigenlijk totaal afhangen van welke vragen dat gaan verbeterd worden, op welke manier. Dus vandaar kan ik eigenlijk totaal niet zeggen of dat ik erdoor ga zijn of niet. Zo heb ik terug een kwartier van mijn blokpauze verspild aan jullie. Dat is met veel liefde gedaan, beste mensen. Zolang jullie maar een duimpje naar omhoog geven. Maar wat ik nu gaan doen, ja, is leren. En dan waarschijnlijk de eerste volgende keer dat wij elkaar terugzien, ben ik terug een vrij man. En ik heb daar een heel grappig grapje van. Maar je moet wel Engels kunnen. Als je geen Engels kunt, dan gaat dat heel pijnlijk zijn. Oké, houd u vast. Ik hoop dat jullie mijn grapje gaan begrijpen. Anders wordt dit een heel pijnlijke afgang. Maar, zoals ik net heb gezegd, maandag is mijn laatste examen. Dus de volgende keer dat wij elkaar zien, ben ik Freeman. Maar, tot daar mijn gouden humor. Ik ga de laatste vuile haartjes die ik heb gemist gaan afscheren en ik ga verder gaan leren. Dus, ik zie jullie binnen enkele dagen terug als een Freeman. A Freeman! Once more. Ja, tot dan. Geen idee of jullie mij kunnen horen door de wind. Geen idee, maar... Morgan Freeman, hallo, aangenaam. Nee, we zijn vrij, examens zijn gedaan. Yes! En dat is hier ook de parking, by the way, van een paar video's geleden dat ik zei dat ik altijd moest lopen. Want kijk, daar... Is er net een tram. Moet ik altijd helemaal naar daar lopen. En daar komt de tram mij dan altijd ophalen. Nu. Maar, we gaan naar huis. Want mensen zijn raar naar mij aan het kijken. Oké. Ook, hoe was mijn examen? Kijk, zijn daar sowieso twee mensen naar mij aan het kijken zijn. Zo ouder, zo wel van... wat is dat de jeugd van tegenwoordig? Praten tegen de camera. Alwel ja. Oké, hoe was mijn examen van vandaag? Ja, daarnet had ik gezegd, eigenlijk gisteren. Maar ik had gezegd dat het examen easy ging zijn. Die man, de prof, Koen Ponnet, wat zei hij? Je hebt geen rekenmachine nodig, want de oefeningen die je gaat krijgen zijn redelijk makkelijk. Je moet het je hoofd kunnen rekenen. Mijn beste mensen, ik ben een debiel als het op wiskunde aankomt. Die man komt er af met vierkantswortels en kommagetallen. Nu, ik kan heel moeilijk uit mijn hoofd, ik weet niet dat u met jullie zit, maar ik kan heel moeilijk uit mijn hoofd 25 x 2,83 doen. Ik weet wie dat met jullie zit, maar voor mij is dat heel moeilijk. Ik kan dat niet. Dus dat zijn wel de vragen die ik serieus heb gehokt, omdat ik... Ja, ik wist dat gewoon niet, ja. Maar de rest, er waren natuurlijk ook wel vragen die ik kon. Dus... Ja, tot daar het review van het vak inleiding tot communicatiewetenschappelijk onderzoek. Gaan we nu even de auto starten. Engage. Oké, we gaan naar huis. We still be holding you like this. The Voice, ik kom eraan. Ja. Nu, natuurlijk zijn we ook gaan trainen. Dat is daarom dat we plots op een andere locatie zitten. Timmy. Opnieuw. We hebben... Take 50. Nu, we hebben benen getraind. Laat me even zijn, beste mensen. Ik dacht dat ik ging flauw vallen. Je kunt dat zien op mijn Instagram. Maar het is niet gebeurd, want ik zit hier. Nu, wat heb ik nog gedaan? Is gewoon gegamed. Maar nu zitten we terug in Gent. Bij Hari, of Jari voor de vrienden. We gaan hem niet in beeld doen, want hij ziet er echt lelijk uit van de blok. Amai, hé. Dat is niet gedaan, dat gaat niet, hè. Nu, ik ga hier ook waarschijnlijk in Gent blijven slapen. Want morgen heb ik een heel belangrijk gesprek. Wat gaan we hier nog doen voor de rest van de avond? Iedereen dat hier nu zit, heeft gedaan met de examens, met de blok. Dus we gaan waarschijnlijk de hele avond gamen en geen zak uitsteken. Het betere leven, zoals we wel eens zijn. Tot straks. En zo, lieve mensen, zijn we terug op kot. Nu, geloof het of niet, we hebben zonder zever 4 à 5 uur, hoe noemt dat spel, schieten? Call of Duty speelt. Los erover, ik weet het, maar het was nodig. Nu, zoals je kunt zien, ik ben terug op kot in Gent, maar ik moet daar altijd zo'n vrij
steeske doorlopen van zo'n 100 meter, heel licht. Het is daar niemand, altijd toch wel schrik dat ik verkracht word. Zo'n 500 meter een keer achter mij kijken. En dan eigenlijk op een duur gewoon beginnen lopen, omdat je er niet meer door wilt lopen. Maar, ik ga slapen, want het is 1 uur. Ik heb mijn slaap nodig, want morgen moet ik frissen voor het gesprek. Kijk, ze ziet zelf wel walgen en al. Walgelijk gewoon. Slaap lekker. Goedemorgen. Ja, oh, zoveel energie om wakker te worden. Het is 10 uur, ja. Hashtag I woke up like this. Hashtag no make-up. Oké, maar ja, dan gaan we eigenlijk ook gewoon hier de vlog beëindigen. Ik ga koffie drinken, want het is nodig. Tepel, ja. Koffie drinken en naar het gesprek. Duimpje naar omhoog mag altijd. Duimpje naar beneden mag ook, maar ik raad het ten strengst af. Ja, hetzelfde boodschap als vorige video. Duimpje naar beneden resulteert in slechte examenresultaten. Subscriben kan ook. En dan zie ik jullie in de volgende video. Met meer nieuws. Nee, dat is Frank de Bozer zijn zin. Maar ja, tot de volgende vlog. Vaarwel!